De microfoons staan allemaal standaard uit van de aanwezigen. Moesten jullie toch vragen hebben, er is tijd voorzien op het einde om vragen te beantwoorden. En de vragen kunnen gesteld worden via de Q&A-knop, zodanig dat die verwerkt kunnen worden en dan kunnen we uiteindelijk die vragen beantwoorden. Zo, algemene informatie rond de webinarreeks. Dan kunnen we nu overgaan naar het eerste webinar. Hierbij zal er gesproken worden rond de CO2-prestatieladder zelf en hoe dat het systeem ontstaan is, waar het vandaan komt uit Nederland. Hierbij zal Tijmen van de SCAO een introductie geven rond de CO2-prestatieladder. En daarna zal ik zelf van CO2Logic een presentatie geven rond de opzet van de CO2-prestatieladder in België en wat dat de situatie is van het gebruik van de ladder in België. Zo. Tijmen, dan geef ik met veel plezier het woord aan jou en succes, zou ik zeggen. CAO staat voor Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. We zijn een stichting, dus dat wil zeggen in België een vereniging zonder winstoogmerk. En naast eigenaar zijn we ook beheerder van de CO2-prestatieladder. Zowel als certificeringsschema, dus datgene waar een certificaat voor behaald kan worden, als voor het aanbestedingsinstrument. Dus datgene wat aanbestedende diensten kunnen inzetten bij hun aanbestedingen. Met de ondersteuning daarvan dragen we veel bij aan en doen we zelf ook aan onderzoek en kennisdeling. En hebben we een adviesraad aanbesteden die ons helpt bij aanbestedingsrechtelijke vraagstukken. En tot slot hebben we ook een helpdesk-functie. Wat dus betekent dat eigenlijk alle belanghebbenden bij ons terecht kunnen met vragen over het instrument. Nou, we doen dat niet alleen. We hebben eigenlijk in verschillende onderdelen van onze organisatie hebben we belanghebbenden vertegenwoordigd. En dat zijn de organisaties die u aan de rechterkant ziet. Dus dat zijn zowel opdrachtgevers, opdrachtgevende partij, publieke opdrachtgevers, ProRail, dus de Nederlandse beheerder van het spoor, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waar ook Rijkswaterstaat onder valt, en de Unie van Waterschappen. En daarnaast ook diverse brancheverenigingen van opdrachtnemende partijen, vooral uit de bouwsector die daaronder zit. En tot slot, ook helemaal onderaan ziet u nog een aantal andere organisaties. De Nederlandse Vereniging van Certificatieinstellingen, dus de zusterorganisatie van Certibel, die in België actief is. En ook nog een maatschappelijke organisaties, Stichting Hier en Natuur en Milieu. Nou, dan dus, zoals beloofd, een stukje geschiedenis. De CO2-prestatieladder is van origine ontwikkeld door ProRail. Ze hebben in 2009 hebben zij het initiatief genomen om samen met hun opdrachtnemende partijen aan de slag te gaan met CO2-reductie. Nou, de wereld zag er toen iets anders uit in dit kader, zoals u weet. Dus dat betekent dat het echt een nieuw instrument was. En het succes daarvan werd vrij snel opgepikt, ook door andere opdrachtgevende partijen. Een eigenlijk belangrijke vraag die daarbij speelde, met name van Rijkswaterstaat, was hoe kunnen we het instrument verder brengen buiten ProRail? Dus is er besloten tot de oprichting van de stichting waar ik voor werk. En is het instrument in 2011 formeel overgedragen. Sindsdien hebben we niet stilgezeten en hebben we diverse doorontwikkelingen doorgemaakt met het handboek. Dus dat betekent dat we verschillende versies dus gepubliceerd hebben. De basis van het handboek dat nu actief is, dat is handboek 3.1. De basis daarvan is in 2015 neergezet. Dat was handboek 3.0. En eigenlijk, laten we die punt 1 zien dat de wijzigingen sindsdien redelijk beperkt zijn gebleven. Dus in 2020 is het huidige handboek gepubliceerd. En inmiddels zijn we dus gestart met de doorontwikkeling naar een nieuwe versie, waar ik op het eind nog iets over zal zeggen. Nou, dat eventjes hierover. Dan in dus die 12,5 jaar dat de CO2-prestatieladder inmiddels bestaat, zijn we gegroeid van zo'n 75 certificaten toen het instrument op ProRail werd overgedragen, naar inmiddels meer dan 1200. Begin dit jaar, in januari, is het 1200ste certificaat uitgereikt. En de verwachting is dat die groei voorlopig nog niet zal afvlakken, mede dankzij
meerdere sectoren die inmiddels, of eigenlijk nieuwe sectoren die inmiddels aan de slag gaan. En ook internationalisering. Dan wil ik ook nog even de grafiek aan de rechterkant benoemen. U ziet daar de verdeling van de verschillende niveaus. Dus de certificaten die uitgereikt zijn op de verschillende niveaus in de ladder. Dat zijn er 5. En wat daarbij opvalt, dat is dat uiteraard niveau 3 verreweg het meest voorkomt. Daarna niveau 5 en niveau 4 in beperkte mate en niveau 1 en 2 eigenlijk niet. En hoe dat komt, daar kom ik straks even op. Dat heeft ermee te maken dat er een behoorlijk belangrijke denkbeeldige grens zit tussen tot en met niveau 3 en niveau 4 en 5. En verder wil ik ook nog even benoemen, we horen wel eens dat de C2-prestatieladder met name door grotere bedrijven gebruikt wordt. Maar deze grafiek laat mooi zien dat dat zeker niet het geval is. Dat er dus ook een mooie verdeling is van met name dus de kleinere bedrijven met een certificaat. Daarna de middenbedrijven en uiteraard de grote bedrijven. Ik zei het net al eventjes, maar we zijn zeker nog steeds aan het groeien. En met name ook in nieuwere sectoren. Want de oorsprong van de C2-prestatieladder ligt uiteraard in de railsector. Nou, gaandeweg is daar natuurlijk de rest van de grondweg- en waterbouwsector bijgekomen. Dus dat is nog steeds de bakermat, eigenlijk de basis van de meeste certificaathouders. Maar u ziet er een greep uit eigenlijk wel de diversiteit aan certificaathouders die inmiddels actief is. Dus die bevinden zich ook in heel andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de ICT-sector, de afvalsector, woningbouwverenigingen zijn inmiddels bezig. En een interessante ontwikkeling die inmiddels ook behoorlijk groot geworden is, dus de trend dat overheidsorganisaties, die dus van origine het instrument al inzetten als aanbestedingsinstrument, inmiddels ook aan de slag gaan met het zelf behalen van een certificaat voor hun eigen organisatie in het kader van practice what you preach. Dan wil ik nog, denk ik, 1 of 2 andere opvallende organisaties benoemen. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond ziet u in het midden, is gecertificeerd. Maar bijvoorbeeld ook natuurmonumenten. Dus dat zijn wat voorbeelden. Je ziet hier ook diverse Belgische bedrijven bij staan. Maar daar kom ik straks ook nog even op terug, hoe het in België gaat. Dus in dit kader internationalisering. Eigenlijk zien we vanaf het begin van de C2-prestatieladder dat er behoorlijk wat interesse is ook vanuit het buitenland om hiermee aan de slag te gaan. Maar eigenlijk de eerste 10 jaar had dat een redelijk ad hoc karakter. Dus dat betekent wel dat we diverse initiatieven gedaan hebben, maar dat was allemaal redelijk kleinschalig. Dus dat ging bijvoorbeeld over een haalbaarheidsstudie in Australië en in een Interreg project waar een aanvraag voor ingediend is. En regelmatig deden we aan kennisdeling en presentaties. Inmiddels begint het een structureler karakter te krijgen, internationalisering. Een belangrijk eikpunt daarbij, dat is dus de start in België in 2019 geweest. In 2020 zijn we ook uitgenodigd door de IKEA Foundation, dus de charitatieve tak van IKEA, voor de aanvraag voor een internationaal project, dat goedgekeurd is. En in augustus 2020 is daarmee gestart. De looptijd is tot 2023. We doen dat samen met het International Institute for Sustainable Development. En het doel van dat project is om allereerst via een quickscan een selectie te maken van landen waar mogelijk dus interesse kan zijn, of eigenlijk de interesse moet onderzocht worden voor de uitrol van de C2-prestatieladder in die landen. Je ziet u aan de rechterkant welke landen onderdeel zijn van die quickscan. Nou, inmiddels is het dus gestart met de haalbaarheidsstudie. Die is er dus helemaal opgericht om te kijken van voor welke landen bestaat dus een vruchtbare bodem voor de uitrol van de ladder. In België loopt daar als het in ieder geval gaat over internationalisering voor ons, loopt daar echt enorm in voorop. Zoals beloofd, de twee manieren om naar de ladder te kijken. Dus enerzijds als management systeem en anderzijds als aanbestedingsinstrument.
En ik begin met de eerste, dus met het management systeem. En dan kom je eigenlijk bij de vraag uit, wat heeft een georganiseerde organisatie, of wat heeft een gecertificeerde organisatie? En in het hart van het management systeem van de CT-prestatieladder zit de zogenaamde PDCA-cyclus. Plan, Do, Check, Act. Met andere woorden, je wordt continu aangespoord om te blijven verbeteren. Dus continue verbetering is een kernelement van de CT-prestatieladder. En partijen die gewend zijn om te werken met andere management systemen, die komt dit bekend voor. Voorbeelden daarbij zijn bijvoorbeeld ISO 9001 of ISO 14001. Er zijn er meer. Maar de CO2-prestatieladder onderscheidt zich omdat het dus echt een management systeem is dat volledig gericht is op CO2. Nou, en een belangrijk element daarbij dat is dat er dus ook jaarlijks gekeken wordt of voldaan wordt aan de eisen die gesteld worden. Dat betekent dat er jaarlijks een externe auditor van een onafhankelijk geaccrediteerd gecertificeerde organisatie of certificerende instelling komt kijken of voldaan wordt aan de eisen van het handboek. Nou, de eisen die in het handboek beschreven staan, die vallen eigenlijk uiteen in vier verschillende invalshoeken. Dus alle eisen die zijn eigenlijk samen te vatten in dus deze vier invalshoeken. Ik begin met de eerste. Dus invalshoek A, inzicht. Dat is ook gelijk de belangrijkste invalshoek, want het is dus belangrijk dat een organisatie inzicht krijgt in wat zijn de energiestromen die omgaan in een organisatie, wat zijn de energieverbruikers. En uiteraard moet dat uiteindelijk omgerekend worden in de CO2-uitstoot die daarmee gepaard gaat. Dat betekent dat je een zogenaamde emissie-inventaris gaat opstellen, waarmee je met zogenaamde emissiefactoren gaat omrekenen. Bijvoorbeeld, je hebt dieselverbruik, dan pak je de juiste emissiefactor van diesel. En dan ga je dus de hoeveelheid diesel die je verbruikt, die ga je omrekenen naar CO2. Nou, en de meeste organisaties hebben meer dan één energiestroom waar de inventaris uit bestaat. Dus dat betekent dat je uiteindelijk een lijstje krijgt van verschillende energiestromen en hydragers. En die ga je dus uiteindelijk omrekenen. En dan komt er één getal uit waar je totale CO2-uitstoot. Dus je CO2-footprint wordt op die manier zichtbaar. Dat is een heel belangrijke eerste stap om uiteindelijk met invalshoek B, dus de volgende invalshoek, verder te kunnen gaan. Dat is namelijk het stellen van ambitieuze doelstellingen en het formuleren van maatregelen die uiteindelijk toe moeten leiden dat die doelstellingen behaald worden. Daar bieden wij ook verschillende tools voor aan en een belangrijk element daarbij, dat is de maatregellijst die bij ons op de website te vinden valt. Elke certificaathouder die krijgt inloggegevens voor het portaal. En in dat portaal is het de bedoeling dat dus aangegeven wordt welke maatregelen voorgenomen zijn en welke maatregelen genomen worden om uiteindelijk dus die doelstellingen te behalen. Die eerste twee invalshoeken, dus invalshoek A en B, kom je vaker tegen, ook bij andere instrumenten. CO2-prestatieladder is wel uniek als het gaat om invalshoek C en D. En ik begin al even met C, dus transparantie en communicatie. Het is namelijk dus ook de bedoeling dat een certificaathouder laat zien wat hij doet aan CO2-reductie. En dat gaat dus zowel om communicatie intern, dus naar de eigen medewerkers, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, maar ook extern. Dus aan relevante stakeholders moet getoond worden wat er aan CO2-reductiemaatregelen en andere acties genomen wordt. En dan de laatste invalshoek, is invalshoek D. Gaat eigenlijk over innovatie en samenwerken. Dus voor zorgen dat je samen met je sector, met je branche, gezamenlijk tot nieuwe ideeën komt voor CO2-reductie. Dan kom ik bij het volgende. Namelijk, zoals ik beloofd had, zal ik nog even laten zien wat de vijf niveaus zijn van de CO2-prestatieladder. En met name dus ook wat dat verschil verklaart tussen al die partijen die dus op niveau 3 gecertificeerd zijn. En dan dus in mindere mate op niveau 4 en op niveau 5. En dat komt dus omdat er een heel belangrijke denkbeeldige lijn zit tussen niveau 3 en niveau 4 en 5. U ziet hier aan de onderkant ziet u dus wederom de vier invalshoeken die ik zojuist benoemd heb.
Die komen dus op alle vijfde niveaus komen die terug. En wat belangrijk is dat als u gecertificeerd bent op een hoger niveau, dat het de bedoeling is dat u ook voldoet aan de eisen van de onderliggende niveaus. Dus een certificaat op niveau 3 voldoet ook aan niveau 1 en 2. Nou, en op niveau 5, dus die andere grote categorie certificaathouders, die voldoet dus ook aan alle eisen op niveau 1 tot en met 4. En als je dan kijkt naar wat je op niveau 1 tot en met 3 moet doen, dus wat het fundamentele verschil is tussen niveau 1 tot en met 3 en niveau 4 en 5, dan gaat het erom dat je op niveau 1 tot en met 3 uitsluitend kijkt naar de emissies van je eigen organisatie. En wat bedoel ik daarmee? Dat wordt in jargon, maar dat ook wel, of in het veld wordt dat ook wel de zogenaamde scope 1 en 2 emissies genoemd. En scope 1, dat zijn de emissies die vrijkomen bij bij directe verbranden van brandstoffen in de eigen organisatie. Bijvoorbeeld als het gaat over het verstoken van gas in de cv-installatie, of als het gaat over het verbranden van diesel of benzine in het eigen wagenpark of in het eigen materieel, dan zijn dat de zogenaamde scope 1 emissies. En scope 2 emissies, die lijken daar wat op, maar dat zijn dan emissies die niet plaatsvinden op de eigen organisatie, maar elders. En dan gaat dat meestal om elektriciteitsgebruik, waarbij dus bij een elektriciteitscentrale emissies plaatsvinden, maar die wel dus een direct gevolg zijn van het feit dat jij dus als in ieder geval certificaathouder elektriciteit gebruikt. Dus het idee is dat je op zowel je scope 1 als op je scope 2 emissies direct invloed hebt als, als certificaathouder. Dat ligt bij niveau 4 en 5, ligt dat iets anders. Want dan zou je dus nogmaals ook moeten voldoen aan, aan de scope 1 en 2 emissies, inzetreductie en dergelijke. Maar je zou ook moeten kijken naar de zogenaamde scope 3 emissies. En het fundamentele verschil daartussen, dat is dat scope 3 gaat over de keten. En scope 3 kent eigenlijk twee aparte categorieën, namelijk scope 3 downstream, dus met andere woorden je klanten. En scope 3 upstream is de andere categorie, dat is eigenlijk de keten naar boven, dus je leveranciers. Nou, en het belangrijke verschil tussen scope 1 en 2 aan de ene kant en scope 3 aan de andere kant, dat is dat scope 3 voor de meeste organisaties een stuk groter is als het gaat om omvang, maar dat de invloed vaak wel kleiner is. Dus dat maakt het ook vaak een stuk gecompliceerder. Dus dat betekent dus ook dat in de praktijk de meeste organisaties die starten met de CO2-prestatieladder beginnen op niveau 3 en gaandeweg doorgroeien naar niveau 4 of 5. Maar het is vaak lastiger om in één keer op niveau 4 of 5 gecertificeerd te raken, omdat die keten best wel lastig kan zijn om inzichtelijk te krijgen en om daarmee aan de slag te gaan. Nou, dan heb ik hier een voorbeeld. Dit is een certificaathouder, eigenlijk een dubbelrol, want ze zijn niet alleen certificaathouder, maar ze zijn dus ook opdrachtgever die werkt met de CO2-prestatieladder al sinds het begin. Nou, en je ziet hier een screenshot van hun footprint. En aan de linkerkant zitten dus de scope 1 en 2 emissies. Voor de CO2-prestatieladder is het belangrijk dat we bij de scope 1 en 2 emissies ook altijd de zakelijke mobiliteit meenemen. Die vallen eigenlijk in scope 3, omdat we daarvan ook vinden dat die invloed eigenlijk dus past bij de scope 1 en 2 emissies, worden die dus ook al daarin meegenomen. En wat ik hier even aan wil laten zien, dat is dat in dit geval dus het ministerie van INW, dus Infrastructuur en Waterstaat, een uitstoot had van 113 kiloton in 2019. En als je dan vervolgens laat zien hoe hun scope 3 emissies eruit zien, waar dus ook inkoop onder valt, dat is dus voor hun een heel belangrijk aspect, dan zie je dat we het dus hebben over 612 kiloton. Dat is echt een enorme hoeveelheid meer CO2, maar zoals gezegd, de invloed is dus wel een ander verhaal als het gaat over scope 3. Nou, verder ga ik dan eventjes door, ook omwille van de tijd, met het aanbestedingsinstrument. Een opdrachtgever die dus aan de slag wil gaan met de CO2-prestatieladder, die zet in de meeste gevallen de ladder als volgt in bij de aanbesteding. De CO2-prestatieladder wordt als zogenaamd BPKV-criterium, dus dat staat voor beste prijs-kwaliteit verhouding criterium, ingezet, waarbij gevraagd wordt om een zogenaamd CO2-ambitieniveau. Nou, dat is belangrijk, want dat CO2-ambitieniveau
correspondeert dus met de 5 labbenniveaus, maar kan uiteindelijk op 2 verschillende manieren aangetoond worden tijdens de aanbesteding. In de meeste gevallen wordt daar een maximumtermijn van 1 jaar voor gehanteerd. En dat aantonen kan dus enerzijds door een CO2-bewust certificaat, dus een certificaat voor de CO2-prestatieladder, of met een projectverklaring. En dat is een verklaring waarin dus aangetoond wordt dat dus op dat specifieke project voldaan wordt aan de eisen uit van de CO2-prestatieladder. Maar het verschil is dus dat dat CO2-certificaat, dat het dus meerdere keer gebruikt kan worden, dus bij meerdere aanbestedingen, in de projectverklaring slechts 1 maal. En dus ook echt gaat over de eisen op het project, in plaats van de eisen op de organisatie, inclusief de projecten. In de meeste gevallen wordt dus de CO2-prestatieladder ingezet als zogenaamd gunningscriterium. Dat betekent dus ook dat er een fictieve korting te behalen valt voor de inschrijver op de aanbesteding. En die percentages die er staan, dat zijn een voorbeeld. We horen verschillende percentages voorbij komen. Maar dit kan dus een hele interessante manier zijn om via een positieve prikkel, dus niet om te bestraffen, maar juist door eigenlijk te belonen, aannemers te stimuleren om dus met een CO2-ambitieniveau en daarmee dus ook een bepaald niveau op de CO2-prestatieladder in te schrijven. Uiteindelijk wordt dus dat werk dan gerealiseerd en kan er dus ook tussentijds bijvoorbeeld een dialoog plaatsvinden over de CO2-reductiemaatregelen en de voortgang op dat project. Dit is iets wat ik ook al eventjes kort benoemd heb, namelijk dat de CO2-prestatieladder inmiddels ook in veel andere sectoren gebruikt wordt. Dit zijn wat voorbeelden van certificaathouders die inmiddels dus eigenlijk actief zijn en dus ook vanuit andere sectoren komen dan de grondweg en waterbouw. Dus dat is bijvoorbeeld kantoormeubilair, maar ook advies in ICT, afval. Warme dranken is ook een leuk voorbeeld. Dat is ook gewoon een heel andere tak van sport. En mochten jullie erin geïnteresseerd zijn, alle certificaathouders die staan gewoon vermeld op onze website. Dus in dit geval zp-prestatieladder.be, maar uiteraard ook op de Nederlandse site. Dan wil ik dit ook eventjes kort benoemen. Dit is een concreet voorbeeld waaruit blijkt dat aanbestedende diensten die het inzetten ook echt kunnen verwachten dat het leidt tot een stijging van het aantal certificaathouders. Dit is een voorbeeld uit de Nederlandse provincie Zeeland, waarin je dus ziet dat in 2017 gestart is door het waterschap Scheldestroom, om vanaf 2018 structureel te gaan aanbesteden met de CO2-prestatieladder. En we hebben daar onderzoek, de Universiteit Utrecht heeft daar onderzoek naar gedaan. En die hebben ook echt aangetoond dat er een causaal verband is tussen die aanbestedingen die sindsdien zijn gaan lopen. En de groei in het aantal certificaathouders. Dus het is ook gewoon heel mooi om te laten zien dat het echt werkt. Dus aanbesteden leidt echt daadwerkelijk tot meer certificaathouders. Ook in de regionale energiestrategie is inmiddels dus ook benoemd dat eigenlijk gemeenten opgeroepen worden om de CO2-prestatieladder in te zetten bij een aanbesteding. Dan had ik tot slot, ik zie dat ik nog een paar minuten heb, dus dan wil ik hier nog even wat aandacht aan besteden. Ik had al even aangegeven dat we zitten niet stil. We zijn uiteraard druk bezig ook met alle maatschappelijke ontwikkelingen die plaatsvinden op het gebied van klimaat. Ik gaf in het begin al even aan dat het huidige handboek 3.1 eigenlijk een doorontwikkeling is van handboek 3.0, die in 2015 al gepubliceerd is. Dus dat betekent dus ook dat de kern van de huidige norm eigenlijk al jaar of 7 overeind staat. Dus dat betekent ook dat het wat ons betreft ook echt tijd is voor nog meer aansluiten bij dat wat nodig is om alle klimaatdoelstellingen te behalen. Wat we daarvoor doen, dus ik geef even een korte update over het proces waar we in zitten. Dat is dat we uiteraard proberen om zo breed mogelijk betrokkenheid van al onze belanghebbenden te realiseren. En we hebben dat, ik geef een paar voorbeelden. We hebben vorig jaar hebben we een digitale enquête uitgestuurd. Vanuit veel Belgische certificaathouders en andere Belgische partijen hebben we reacties daarop gekregen. We organiseren dus ook regelmatig bijeenkomsten voor verschillende belanghebbenden. We hebben dat bijvoorbeeld gedaan voor
diverse brancheverenigingen voor ook adviseurs die werken met de CO2-prestatieladder. En onlangs zijn we ook in België geweest om met een aantal leden van de Sterco, van de pilotprojecten, te overleggen over de wensen eigenlijk die spelen en de mogelijkheden voor Hamburg 4.0. Wat wel nog even belangrijk is dat het orgaan dat uiteindelijk verantwoordelijk is voor de doorontwikkeling, en dus ook voor de besluitvorming als het gaat over het nieuwe handboek, dat het zogenaamde CCVD is. Dat is het Centraal College van Deskundigen. Dus uiteindelijk nemen zij de besluit over datgene wat in het handboek komt te staan. Nou, wat we gedaan hebben is, we hebben een lijst samengesteld van alle signalen en alle onderwerpen die we eigenlijk in de afgelopen jaren hebben verzameld en die mogelijk meegenomen kunnen worden in de doorontwikkeling. En de belangrijkste onderwerpen daarbij, dat zijn het onderwerp ambitie. Dus we willen nog meer ambitie in de ladder brengen, om er dus echt voor te zorgen dat we de klimaatdoelstellingen gaan halen. Scope 3, nou heb ik zojuist al benoemd, in combinatie met de projecten die uitgevoerd worden. En daarnaast ook inzicht en monitoring. We willen nog beter grip krijgen op de impact die de CO2-prestatieladder maakt. En wat er dus bij de certificaathouders gedaan wordt aan CO2-reductie. Belangrijk wel om te benoemen, dat is dat bij die normontwikkeling continu aandacht is voor internationalisering. Dus hoe past dit in de internationale context? En kan het dus ook buiten Nederland, dus bijvoorbeeld ook in België, gebruikt worden? En hoe zorgen we ervoor dat het instrument ook toegankelijk blijft? Dus zowel in de breedte, dus voor zoveel mogelijk partijen die hiermee aan de slag willen. Maar ook hoe zorgen we ervoor dat het bijvoorbeeld leesbaar is. Dat het een norm is die dus in ieder geval ook begrijpelijk en auditeerbaar en hanteerbaar is. En dan kijk ik ook hoe het past in het veld van bredere instrumenten die relevant zijn als het gaat over klimaatbeleid. Dan tot slot nog eventjes. Inmiddels is afgesproken dat we dus ook rond de zomer echt gaan communiceren over de belangrijkste elementen in het nieuwe handboek. Voorlopig hoeft u zich geen zorgen te maken over dat u, als u nu aan de slag wil met de CO2-prestatieladder, dat u al met handboek 4.0 geconfronteerd wordt. Want de verwachting is dat dat echt pas in de loop van volgend jaar zal zijn. Nog niet duidelijk wanneer, maar ergens in 2023 verwachten we publicatie. En omdat er wel toch wel behoorlijk wat wijzigingen verwacht worden, zal er ook een redelijke overgangstermijn van kracht zijn. Dus het is zeker niet de bedoeling om hier nu op te wachten. U kunt echt gerust al aan de slag gaan met handboek 3.1 en we zorgen ervoor dat die overgang ook echt soepel zal verlopen. Maar mocht u meer willen weten over de CO2-prestatieladder, dan hebben we ook op onze website diverse filmpjes staan, animaties om het helemaal nog verder uit te leggen. En dan hebben we uiteraard allerlei documentatie. Bijvoorbeeld de handreiking aanbesteden gaat dus echt voor aanbesteden in de dienst over aanbestedingen het beste aangepakt kunnen worden. Maar vooral, en dat is echt een tip aan u als certificaathouder of potentiële certificaathouder, lees de praktische gidsen. Daar staat op een hele begrijpelijke manier uitgelegd wat de handigste stappen zijn in het doorlopen richting certificatie. En daarvan zijn er twee relevant, namelijk de ene gaat tot en met niveau 3 en de andere gaat op niveau 4 en 5. Dus mijn tip is echt om die te downloaden en die door te lezen. Alvorens u het handboek erbij pakt. Dat is uiteraard de normen niet per se geschreven om heel, heel erg leesbaar te zijn. Daar wil ik graag mee besluiten. Ik hoop dat ik u in het afgelopen half uur toch iets wijzer heb kunnen maken over de ladder. En als er vragen zijn, dan blijf ik dus ook tot 10:30 zeker nog beschikbaar voor beantwoorden daarvan. Dus dank u wel voor uw aandacht. Oké, super. Dank u, Tijmen. Dan ga ik de presentatie overnemen. Zo, oké. Zoals gezegd, Tijmen, dank u wel voor de introductie van wat de CO2-prestatieladder juist is. Ik zelf ga nu kort een beetje meer vertellen over de CO2-prestatieladder in België en hoe dat opzet daar juist is verlopen en momenteel aan de gang is. Kort, wie ben ik? Ik ben Jonathan de Klerk van CO2Logic, een bedrijf dat zich, heel kort gezegd, bezighoudt met de CO2-uitstoot en reducties. En wij begeleiden dus eigenlijk de overheid de overheden met de implementatie van de CO2-prestatieladder in België.
Waar ga ik het over hebben? Heel kort context. Altijd interessant om de klimaatproblematiek nog even toe te lichten. Hoe de CO2-prestatieladder in België juist geïmplementeerd wordt. Een beetje over de pilootprojecten en de pilootfase in België. En dan kort nog een beetje over de tijdslijn, dus de planning en informatie die ter beschikking gesteld wordt. Context. Iedereen kent denk ik wel het Parijsakkoord uit 2015. Gerelateerd aan klimaat. Het belangrijkste daar was dat het besluit daar was om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius, well below 2 degrees Celsius, met ook zoveel mogelijk effort, dus zoveel mogelijk moeite, om ook tot die 1,5 graad Celsius te gaan. Dus de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Nu, hoe is dat het gemakkelijkste? Vind ik zelf, om dat te visualiseren, hè. Er is jaarlijks een uitstoot van CO2. En eigenlijk vanaf een bepaalde grens van CO2 in de atmosfeer wordt die grens van de temperatuur overschreden. In het verleden is er CO2-uitstoot geweest. En als we op basis van berekeningen, inschattingen van een budget van koolstof dat beschikbaar is om die stijging van temperatuur te halen of te overschrijden, dan is er sinds 2020 nog een 500 gigaton CO2 over. Als we dat vergelijken met de jaarlijkse emissies van de wereld, komt ongeveer overeen met een 40 gigaton, dan was er toen nog 12,5 jaar resterend aan dat budget om binnen een marge van een redelijke zekerheid binnen die opgezette of vooropgestelde temperatuurstijging van 1,5 graad Celsius te blijven. Nu, de klimaatproblematiek rond de CO2-uitstoot is natuurlijk heel interessant om een systeem of elk systeem dat helpt om de CO2-uitstoot te gaan reduceren in te zetten. En op dat gebied is het robuuste en effectieve systeem van de CO2-prestatieladder met zijn succes in Nederland natuurlijk heel interessant. Zoals gezegd, Tijmen heeft voorgesteld, het is heel, heel robuust, heel effectief en heel populair in Nederland. Het mobiliseert een hele sector, hè, dus vertaald naar de Belgische context gaat het dan vooral over een infrastructuursector met veel bedrijven waar die kunnen inzetten op CO2-reductie. Belangrijk is ook dat het geen verplichting is, maar het draait echt rond het belonen van bedrijven die zich inzetten om zich te gaan certificeren en dus die extra moeite te doen om CO2-uitstoot te gaan reduceren. Voor overheden zelf, die gebruik gaan maken van de CO2-prestatieladder in aanbesteden, is het handig in gebruik. Dus het is makkelijk in te schrijven in de openbare aanbestedingen. En voor de bedrijven die zich dan willen certificeren op de ladder, biedt het een duidelijk kader om te gaan kijken hoe moeten we dat CO2-management-systeem hier juist gaan implementeren. Verder is er ook onderzoek gebeurd naar de effectiviteit. Dus hoeveel reductie is er nu effectief door de CO2-prestatieladder? En op basis van een doctoraatsonderzoek in Nederland een aantal jaar geleden bleek dus dat bedrijven die zich certificeren op de CO2-prestatieladder een jaarlijkse reductie hebben die 2 keer zo groot is als die van bedrijven die niet gecertificeerd zijn op de ladder. En verder zijn het natuurlijk ook of zijn het beperkte kosten voor de aanbestedende overheden, hier minder dan 0,1% naar voorbeeld van ProRail in Nederland. En zijn het dus weinig extra kosten voor de overheden om de tool te gaan gebruiken. Kort wat achtergrond. Tijmen heeft natuurlijk het begin al toegelicht over het ontstaan en de verdere doorontwikkeling in Nederland met dan momenteel de laatste versie van het handboek. Rond 2016 was ADEP eigenlijk geïnteresseerd om te gaan kijken van oké, die ontwikkelingen in Nederland van de CO2-prestatieladder zijn wel heel interessant. Zouden er of is België geïnteresseerd om het systeem ook te gaan toepassen? Samen met ons is er dan gekeken naar een stakeholderbevraging. Dus de verschillende partijen zijn bevraagd over de interesse van de CO2-prestatieladder. En dat is positief geëindigd, waarbij dat er effectief bleek dat er interesse is in België om dat systeem uit Nederland ook in België te gaan toepassen. Daarna is er gestart met een co-creatief traject, om het zo te noemen, waarbij dat er eigenlijk samen met de verschillende overheden is gekeken van oké, we hebben dat Nederlands systeem,
Hoe kan dat nu toegepast worden in België? Wat zijn de uitdagingen? Waar moet over nagedacht worden? Wat moet eventueel aangepast worden? En daar zijn verschillende werkgroepen georganiseerd rond bijvoorbeeld technische aspecten, rond juridische aspecten, maar ook rond organisatorische aspecten, om te gaan kijken hoe kan die tool in België ingezet worden. Na dat co-creatief traject met dan de nodige besluiten is er uiteindelijk een politiek akkoord gekomen in 2019 om de ladder effectief te gaan toepassen in een pilootfase. Tijdens die pilootfase worden er pilootprojecten gelanceerd waarbij dat er dus gebruik gemaakt wordt van de ladder. En belangrijk is dan dat er geëvalueerd wordt op het einde van die pilootfase, na die pilootprojecten, van oké, de ladder is gebruikt, hoe is dat gegaan? Gaat dat vlot? Wat zijn de ervaringen daarmee? En op het einde van die pilootfase wordt dan een finale evaluatie gemaakt om te gaan kijken, is dit positief en wordt dit verder uitgewerkt, zoals het ook in Nederland verder is uitgewerkt, om structureel te gaan gebruiken in België. Nu, na dat co-creatief traject, wat zijn dan de uitgangspunten voor België? Wel, eerst en vooral moet het conform zijn met het Nederlands model. Dus een certificaat in Nederland is ook geldig in België en omgekeerd hetzelfde. Het moet zoveel mogelijk geallieerd zijn met het Greenhouse Gas Protocol, dus het meest gebruikte protocol op het gebied van Greenhouse Gas Accounting. De administratieve last voor de overheden moet zo laag mogelijk zijn, wat effectief het geval is door die externe certificering, omdat de overheden zich daar dan niet mee bezig moeten houden, de aanbesteding overheden. Er is geen negatief, of er mag geen negatieve impact zijn voor kleine bedrijven. En de Nederlandse bedrijven, die natuurlijk veel meer ervaring al hebben met die tool, mogen geen concurrentieel voordeel hebben. Verder moet het ook leiden tot reële CO2-reducties natuurlijk. Concreet, hoe gaan we dan, hoe is die implementatie dan concreet aangepakt? Wel, in eerste instantie, dus tijdens de pilootfase, gaat het enkel over werken die boven het Europese drempelbedrag zitten. Dat is geen heel strikte eis, maar daar wordt wel op gemikt. Onderaannemers worden niet meegenomen en bij joint ventures geldt normaal gezien het laagste niveau. En verder wordt de certificering, of toch het voordeel dat gegeven wordt, beperkt tot maximum niveau 3. Dus niveau 4 en 5 gaan dezelfde reductie of hetzelfde voordeel halen. Omdat niveau 3 normaal gezien door bedrijven comfortabel haalbaar is in 1 jaar. En op die manier wordt er eigenlijk geen concurrentieel voordeel gegeven aan de Nederlandse bedrijven die al gecertificeerd zouden zijn. Het gunningsvoordeel kan als virtuele korting gegeven worden of via een puntensysteem. En bij het niet nakomen van het niveau dat opgegeven wordt door een bedrijf, wordt er een sanctie voorzien die hoger is dan het fictieve voordeel dat verkregen werd bij de aanbesteding, zijnde 1,5 keer de fictieve korting die gehaald is. En verder staat BELAC in voor de accreditatie in België. Kort wat informatie over dan de pilootprojecten. Dus zoals gezegd, er is afgesproken om dan een pilootfase te doen met een aantal pilootprojecten. Hier zien we de projecten benoemd. Er zijn er in Wallonië, die rood omrankt zijn, omcirkeld zijn. Er zijn er in Vlaanderen, die zijn groen omcirkeld. Er zijn er in Brussel, die zijn blauw omcirkeld. En de reeds gelanceerde hebben een groene achtergrond. En zo zien we dat er een heel deel al gelanceerd zijn en ook een heel deel zijn die nog gelanceerd zullen worden. Wat dat we hier zien, is eigenlijk de vorige tijdslijn op een grafiek, waarbij dat we in totaal momenteel dus 23 pilootprojecten hebben in België, verdeeld over de regio's. 12 daarvan zijn nog in voorbereiding om eigenlijk te gaan lanceren, de aanbesteding. En 11 zijn ondertussen effectief gelanceerd. Die 11 zitten dan, of kunnen in 2 fases zitten. Enerzijds kunnen de projecten effectief al gestart zijn. En anderzijds kan het zijn dat de aanbesteding gelanceerd is, maar dat de evaluatie van de offertes nog bezig is, of dat er dat de toekenning al gebeurd is, of dat er eventueel binnenkort gestart wordt met de werken. Kijken we dan naar de status van de pilootprojecten in België, dus een beetje algemene info, zien we dat er 11 zijn in Wallonië, 7 in Vlaanderen en dan 5 in Brussel. Voor Vlaanderen is er wel een kanttekening, want de OVAM, Landis en Werkgenootschap gebruiken het ook. Landis en Werkgenootschap in 1 of enkele projecten. En de OVAM normaal gezien zal daar structureler gebruik van gaan maken in de toekomst, vanaf de zomer, denk ik.
Maar die projecten worden niet meegenomen als een pilootproject, dus die worden daarom eventjes apart vermeld. En kijken we naar het type projecten, ja, dan zitten we natuurlijk in de sector van de bouwwerken en de infrastructuurwerken, waarbij dat de meeste projecten infrastructuurwerken zijn of bouwwerken met ook enkele waterwerken. Zoals gezegd is het natuurlijk belangrijk dat er geëvalueerd wordt hoe dat de pilootfase verloopt in België en wat dat de ervaringen zijn met het gebruik van de ladder in aanbestedingen. En als we daar kijken naar wat dat we al verzameld hebben van informatie, wat dat we al gekregen hebben van de aanbestedende diensten, dan zien we dat van de projecten die gelanceerd zijn, dat eigenlijk de meeste gebruik maken van een fictieve korting. En dat er één project is waarbij dat een puntensysteem gebruikt werd voor de CO2-prestatieladder. Kijken we naar het gemiddelde ambitieniveau van bedrijven die zich inschrijven op een offerte waar dat de ladder gebruikt wordt, dan zien we eigenlijk dat in 6 gevallen, dus van de projecten waar dat we de info al gekregen hebben, dat de meeste zich inschrijven op het hoogste niveau, zijn de niveau 3. Eén project waarbij dat ambitieniveau 5 werd gebruikt. Nu, dat is een speciale aangezien dat niveau 5 normaal gezien dezelfde korting geeft tijdens de pilootfase in België. En er is één project geweest waarbij het ambitieniveau gemiddeld 2,5 was. Wat wil zeggen dat er verschillende niveaus waren, maar dat er ook bedrijven zijn geweest die zich ingeschreven hebben zonder niveau. Dus dat was op één project. De andere projecten zien we eigenlijk dat alle bedrijven zich inschrijven met een niveau te ladder en op het hoogste niveau, meestal. Kijken we naar de ervaring van de aanbestedende overheid, dan zien we bij de aanbestedende overheden waar dat we al een gesprek mee gehad hebben, dat ze positief zijn over het gebruik van de ladder op basis van hun ervaring met dat project. Zouden ze het opnieuw gebruiken, maar vragen ze natuurlijk wel naar een gedragen beleid, wat dat afhankelijk is van de resultaten van deze pilootfase. Kijken we naar de tijdslijn. Momenteel zitten we in 2022, dus de pilootfase na het politiek akkoord zijn gestart, worden momenteel gelanceerd, worden al uitgevoerd en worden ook geëvalueerd om te kijken hoe dat ervaring is. En het doel is om dan tegen 2023, halfweg 2023, een finale evaluatie te doen van de pilootprojecten en te gaan kijken, is die positief en indien nodig de nodige stappen te zetten om de CO2-prestatieladder te gaan gebruiken in België met dan ook een equivalent van SCAO in België voor de ondersteuning. Verder, indien jullie informatie wensen over de CO2-prestatieladder, er is een website, zowel in het Nederlands als in het Frans. Er zijn emissiefactoren beschikbaar. Er zijn webinars van vorig jaar beschikbaar op YouTube en ook dit webinar en de webinars die nog gaan komen in deze webinarreeks zullen online beschikbaar zijn. En verder blijven we werken aan de begeleiding van de implementatie van de CO2-prestatieladder in België. Werken we aan de evaluatie en hopen we zo de implementatie vlot te laten verlopen. Zo. Hopelijk was dat duidelijk. En dan kunnen we nu overgaan naar vragen. Ik denk wel dat ik er een aantal zien verschijnen. Dus ik denk wel dat er wat vragen zullen zijn. Ja, bedankt Tijmen en Jonathan. Een eerste vraag van iemand was, als de meeste organisaties starten op niveau 3, wordt de oefening dan gemaakt of niveau 1 en 2 nog relevant zijn? Misschien is dit iets. Een vraag voor jou, Tijmen. Ja, daar kan ik wel inderdaad op reageren. Dat is een goede vraag. We horen hem regelmatig voorbij komen. Dus we zijn ook zeker aan het kijken in het kader van handboek 4.0 hoe we hiermee omgaan. Maar wat wel belangrijk is dat vanaf niveau 3 is het noodzakelijk om alles om te rekenen naar CO2. Want op niveau 1 en 2 speelt echt energiegebruik met name nog een rol. Wat we natuurlijk niet willen, dat is dat energiegebruik op de achtergrond raakt. Dat we straks met z'n allen heel veel energie blijven gebruiken, maar zolang het maar groene stroom is bijvoorbeeld, dat uiteindelijk de CO2-reductie afneemt. Dus we zijn daar aan het kijken hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. Maar het is inderdaad wel iets waar we zeker naar kijken. Oké, bedankt. Een andere vraag is hier. Ik ga twee vragen wat combineren. Wat gebeurt er eigenlijk als het ambitieniveau niet wordt gehaald door de gekozen opdrachtnemer? En zijn er al problemen geweest bij het gunnen van de werken waarbij een verliezende partij, dus de gunning, niet correct is gebeurd? Ja, voilà.
Dat is, ik denk ook voor jou, Tijmen, of voor Jonathan. Ja, ik denk misschien voor ons beiden. Hè. Dus inderdaad, als een bedrijf het ambitieniveau niet haalt, dat opgegeven is bij de aanbesteding, dan is er een boete, normaal gezien, en die is anderhalve keer de fictieve korting die gehaald zou zijn met het ambitieniveau. Qua problemen met aanbestedingen voor de pilootprojecten in België zijn er nog geen geweest. Zijn er ook nog geen juridische geschillen geweest na de aanbesteding? Ik weet niet, Tijmen, of jij voorbeelden hebt uit Nederland? Of... Nee, gelukkig heel weinig. Maar inderdaad, die boeteclausule... Kijk, uiteindelijk is het aan de aanbestedende dienst zelf hoe die dat sanctioneert. Maar in principe, die boete, die hoor ik inderdaad regelmatig voorbij komen. En ja, als het niet behaald wordt, kan die opgelegd worden. Oké, bedankt. Dan een kleine, heel praktische vraag. Je vraagt iemand als een bedrijf een certificatie moet doen voor een project dat 1 jaar en 1 maand duurt. Moet ze dan eigenlijk 2 audits doorlopen? Voor het eerste jaar en dan het tweede jaar eigenlijk die maand nog? Ja, ik weet niet hoe dat in de Belgische context valt, maar ik kan wel iets zeggen over hoe het in Nederland in ieder geval gehanteerd wordt. Dat is dat in principe elk jaar aangetoond moet worden dat nog steeds aan die eisen voldaan is. Dus ja, als je het jaar overschrijdt, dan kan ik me inderdaad voorstellen dat geëist wordt door de aanbestedende dienst, dat je dat dus twee keer aantoont. Ja. Ja, en specifiek voor België met de pilootfase wordt er gewoonlijk gevraagd na 1 jaar om het certificaat te kunnen voorleggen. Dus inderdaad, als het project meer dan 1 jaar duurt, ja, dan na het eerste jaar gaat de vraag komen om het certificaat voor de CO2-prestatieladder op het gewenste niveau voor te kunnen leggen. Dan nog een vraag van Jeroen. Hij zegt, onze organisatie heeft elk jaar aanbestedingen voor de restauratie van militaire begraafplaatsen. Als we de CO2-ladder zouden gebruiken, wil dat zeggen dat aannemers elk jaar hun CO2-uitstoot verder moeten reduceren? Of hebben ze bijvoorbeeld hun certificaat 3 voor een x-aantal jaar? Zal ik die ook beantwoorden? Een certificaat wordt afgegeven voor 3 jaar, dat is de auditcyclus. Maar het is wel de bedoeling dat elk jaar tussentijds geaudit wordt. Dus je krijgt een certificaat voor 3 jaar, maar tussentijds moet je dus wel blijven aantonen dat je aan de eisen voldoet. Zou dat een antwoord zijn op de vraag? Ja, ik denk belangrijk is ook die PDCA-cyclus. Hè. Dus er is constant de verbetering die gevraagd wordt. Voor de eigen berekeningen opnieuw te doen en ook te blijven evalueren of de reducties volgen en de targets die gesteld zijn gehaald worden. Mm-hmm. Misschien nog een andere interessante vraag. Heb je een nadeel als je voor de start met de prestatieladder al heel wat concrete acties hebt ondernomen met een aanzienlijke reductie tot gevolg? Dus eigenlijk minder marge om te verbeteren. Dat is een vraag aan jou, Jonathan. Of stond erbij. De ladder legt uiteindelijk niet op dat er een bepaalde reductie gehaald moet worden. Dus het belangrijkste bij de ladder is dat de bedrijfsvoering en dus de moeite die gedaan wordt op gebied van energie en CO2, dat die ambitieus is in vergelijking met de sector. Dus als bedrijf dat inderdaad al acties uitgevoerd heeft voordat ze gestart zijn met de ladder. Dat is zeker en vast positief, maar het is niet zo dat de ladder gaat vragen, ja, maar op 5 jaar tijd moet je zoveel procent reductie halen. Dus als je al acties gedaan hebt, dan blijven die gewoon gelden en dan zijn die gewoon al uitgevoerd in vergelijking met bedrijven die misschien de acties nu pas gaan doen. Dus ik hoop dat dat een antwoord is. Ja, nee. Ik heb nog een vraag. Wat is eigenlijk het verschil tussen de bilan carbone methode van ADEM in Frankrijk en ja, de CO2-prestatieladder. Wat vraagt hier iemand? Ja, ik kan daar eigenlijk niet zo goed antwoord op geven. Ik ken bilan carbone zelf niet zo heel goed. Ben je daar beter in thuis, Jonathan? Ja, de bilan carbone methode, ja, dat is een Frans systeem. Ik ben er zelf ook geen expert in. Maar ja, dat bepaalt dan het berekenen van de CO2-uitstoot inderdaad, zoals de CO2-prestatieladder. Maar het verschil is dan denk ik vooral het aanbestedingsinstrument van de CO2-prestatieladder, waarbij dat gunningsvoordeel gehaald kan worden met ook die externe certificatie.
Dus in Frankrijk, denk ik, is het verplicht voor bepaalde bedrijven om hun bilan carbon uit te voeren om de zoveel jaar, terwijl er een certificatie voor de CO2-prestatieladder dan vrijwillig is, een jaarlijkse hercertificatie heeft door een externe auditor. Dus ik denk dat dat twee belangrijke verschillen zijn. Voor de rest ja, draait het altijd om CO2 en wordt de CO2-uitstoot berekend van de bedrijfsvoering. En bij de ladder heb je dan de verschillende niveaus waarop je certificatie kan uitvoeren. Ja, misschien ook interessant om te zeggen dat we inderdaad ook nog een andere webinar hebben op 31 mei, waarbij we eigenlijk ook een vergelijking maken met, van de CO2-prestatieladder met enkele andere bestaande systemen. Dus als je daar meer over wil weten, zeker ook die webinar volgen. Misschien nog enkele vragen. Ah, hier van een vraag van Stef. Kan elke aanbestedende overheid op een juridisch sluitende manier gebruik maken van de CO2-prestatieladder als bijkomend gunningscriterium? Ja, dus specifiek in België is er nagedacht over de juridische context en zijn er voor aanbestedende overheden modelclausules beschikbaar. Dus die modelclausules zijn eigenlijk ontworpen om inderdaad gemakkelijk te gebruiken voor aanbestedende overheden en op die manier de CO2-prestatieladder als gunningscriterium in te schrijven in aanbestedingen. Dus die kunnen op de website, denk ik, gedownload worden of anders kunnen ze aan ons gevraagd worden en dan sturen wij die door om te gebruiken in aanbesteding. Bedankt, Jonop. Hier misschien ook nog een vraagje. Moet men huurgebouwen meenemen? Vraagt men. Nou, dat kan ik misschien niet zelf zeggen. Dat is een interessante vraag. Wat lastig is aan huurgebouwen, dat is dat... vaak is het zo dat degene die de energierekening betaalt, dat in veel gevallen dus de huurder is. Dus die heeft het beste inzicht in uiteindelijk de CO2-uitstoot van het pand. Maar vaak de CO2-reducerende maatregelen, de belangrijkste invloed daarop ligt meestal bij de eigenaar van het gebouw. Dus dan krijg je te maken met de zogenaamde split incentive, die dus eigenlijk verspreid is over twee partijen. Er is dus niet een pasklaar antwoord op te geven. Dus het zal van de specifieke context afhangen. Maar wat we meestal zien, en dat is ook wat we meestal eens terug horen van auditoren, dat is dat die inzicht invalshoek, dat die daar het zwaarst bij weegt. Dus dat de emissies meestal dus op konto van de huurder komen. Maar dat ontslaat uiteraard de verhuurder er niet van om ook maatregelen te nemen. Zoals bijvoorbeeld ook in onze maatregelenlijst wordt wel benoemd van dat de huurder dus in gesprek kan gaan met de verhuurder over te nemen maatregelen en bijvoorbeeld ook dus afspraken erover in het huurcontract. Oké, bedankt voor het antwoord, Tim. Nog een vraagje voor jou. Hoe gaat de ladder om met organisaties die in het buitenland ook werkzaam zijn? Ja, wat we eigenlijk al vanaf het begin zien, dat is dat organisaties, zeker de wat grotere organisaties, dus inderdaad internationaal actief kunnen zijn. En niet alleen internationaal actief, maar ook internationale entiteiten kunnen hebben. Dus gewoon bedrijfsvestigingen of bedrijven die dus in andere landen gesitueerd zijn. En wat belangrijk is dat het handboek eigenlijk geen landsgrenzen erkent, zeg maar. Er wordt nergens gesproken over dat een bepaalde landsgrens ertoe leidt dat entiteiten of vestigingen uitgesloten moeten worden van het certificaat. Wat wel belangrijk is dat de zogenaamde boundary bepaling goed gedaan wordt. Er staat een uitgebreid hoofdstuk over en een behoorlijk aantal keuzemogelijkheden ook in het handboek. En wat daarbij belangrijk is dat eigenlijk de lijn van invloed gevolgd wordt. Dus hoeveel invloed heb je op een zusterorganisatie, ook al bevindt hij zich in het buitenland, en moet hij dus meegenomen worden in de certificering. Dus het kan verschillen. We komen dus inderdaad tegen dat entiteiten in het buitenland uitgesloten worden. Maar soms kan dat niet en moeten ze gewoon echt meegenomen worden in de certificering. Maar dat is wel specifiek dus van geval tot geval. Oké, bedankt. Jonathan, misschien een vraagje voor jou. Vraagt iemand of je een voorbeeld kan geven van zo'n certificeringsaanvraag, een civiel technisch project. Heb je
Je hebt er daarnet al enkele voorgesteld, maar misschien vragen we voor een specifiek voorbeeld. Een aanbesteding. Ja, zo, excuseer. Ja. Ja, dus er zijn een aantal pilootprojecten. Een voorbeeld is geweest het project van de Scheldelaan in Antwerpen. En ook, dat is effectief een pilootproject en een ander interessant project waar ook een artikel over is geschreven, denk ik, op de website van Scoutijmen rond het Oosterweelproject in Antwerpen. Dus van Landis, wat dat dan niet onder de pilootfase valt, maar wat dus wel gebruik maakt van de ladder. Bij de aanbesteding. Dus dat zijn twee projecten. En ik denk zelfs rond de Scheldelaan is ook een artikel geschreven op de website van SCAO. Dus dat zijn twee voorbeelden die zeker geraadpleegd kunnen worden voor wat meer praktische informatie rond hoe dat dan effectief in zijn werk is gegaan. Oké. Misschien nog één laatste vraagje, want dat kwam twee keer terug. Het gaat hier dus over de CO2-impact van een bedrijf en dus niet specifiek van producten die je op de markt brengt. Ja, voor aan wie is die vraag, Tosca? Misschien voor jou, Tijmen. Sorry. Nee, dat is goed. Nee, inderdaad, het gaat hier over een organisatiecertificering. Maar dat is wel inclusief alle activiteiten die de organisatie uitvoert. Dus ook bijvoorbeeld de projecten die uitgevoerd worden. Maar het is wel echt iets anders dan productcertificering. Want die kennen we natuurlijk ook. Dit is dus echt certificering op organisatieniveau. Oké. Okay. Ja, maar misschien aanvullend, vanaf niveau 4 en 5 komt je scope 3 wel in het vizier. Dus dan ga je ook kijken naar de producten die je bijvoorbeeld aankoopt. Producten die je verkoopt of producten die je aankoopt om bepaalde producten te gaan fabriceren. Dus dan onrechtstreeks komt het er wel in, maar inderdaad niet als een productcertificatie. Ja, er komt dus inderdaad geen stempel op het product zelf te staan, of dat de achterliggende vraag is. Ik denk dat inderdaad de vraag was. Oké, bedankt voor jullie antwoorden. Ik denk, ja, we zijn aan het einde van de webinar gekomen. Ik weet niet, Jonathan, of jij nog iets wilt zeggen? Nee? Oké, bedankt aan alle aanwezigen alvast voor het volgen van de webinar. Jullie mogen ons natuurlijk nog steeds contacteren als er nog vragen zijn. Ik denk dat we ook nog een evaluatieformulier hebben. Jonathan, misschien? Ja. Ja, ik zal de twee versies snel in de chat zetten. Ja. Dus mogen jullie allemaal zeker invullen. Er is een evaluatieformulier in het Nederlands en zowel in het Frans. De presentaties van de webinar zullen we ook met iedereen delen en ook de recording zal online komen op de CO2-prestatielog-site. Oké, was het hem? Goed. Dank je allemaal. Ja, dankjewel. Bedankt. Bedankt, Tim. Tot de volgende webinar. De volgende webinar is over 2 weken. Ja. Dinsdag. Dinsdag 3 mei. 3 mei. Exact.